We staan hier in S bij de Essenstroom en het water ziet er nu mooi laag uit, maar het kan ook flink omhoog komen. En dat heeft ook in het verleden ook tot overstromingen geleid. En dat willen we voorkomen en daarom hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan het ophogen en verstevigen van 2,5 kilometer dijk rond S. Nou, dit was dus de oude dijk, die was echt te laag. En we hebben hier vlak daarnaast de nieuwe gemaakt, ongeveer een meter hoger. En dat helemaal vanaf de Nergena tot aan het spoor in S. De vraag was natuurlijk hoe hoog moet die dijk nou worden. En daarbij hebben we uitgebreid gerekend en ook rekening gehouden met de klimaatveranderingen. Dit is de oude dijk, die is 60 jaar geleden aangelegd. Eigenlijk geheel uit zand gemaakt. En met de nieuwe hebben we dat toch anders gedaan. Hebben we met een kern van zand en klei hem zowel hoger, maar ook steviger gemaakt. Bij sommige bewoners ligt de dijk pal achter tegen de achtertuin aan. Daar hebben we veel en uitgebreid over gepraat. En er waren ook wel zorgen over het plaatsen van die damwand en de trillingen die daarbij zouden optreden. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om met een trillingsvrije methode de damwanden te plaatsen. En we hebben de bovenkant van de dijk toch een natuurlijke aanblik kunnen geven door met zand en klei af te werken. Natuurlijk gaat het om waterveiligheid. Het klimaatprobleem ligt hier eigenlijk aan onze voeten. Met deze keringen hebben we hier het gebied voldoende beschermd. En bij een grote regenbui kan hier deze dijk het aan. Maar je moet het bekijken in het grote geheel. Het gaat niet alleen om S. We moeten een waterveilige regio creëren. Maar ook biodiversiteit is belangrijk. We zaaien hier de nieuwe dijk in met een bloemrijk mengsel van grassen en kruiden. Dat maakt de dijken sterker, maar het biedt ook een aantrekkelijk leefgebied voor insecten. En dat is zo belangrijk. Je ziet hier dat waterveiligheid en ecologie hand in hand gaan. En dat hebben we keihard nodig. Hoe werken wij samen rond extreme wateroverlast? Dat doen we als waterschap en provincie samen. Het waterschap is daarbij de beheerder, de provincie het bevoegd gezag, voor de dijken zoals hier de regionale kering bij de Essenstroom. We kunnen alleen gezien het snelle veranderende klimaat niet voortdurend de dijken blijven ophogen. Je hebt meer maatregelen nodig. Zo moeten we het water langer vasthouden, hogerop, stroomopwaarts. We moeten ook retentiebekkens aanleggen en water langer vasthouden in de gebieden. We moeten nevengeulen gaan maken. En dit alles zijn de beeklandschappen van de toekomst die we steeds vaker gaan zien. Het klimaat robuust maken en het water langer vasthouden is ook een van de leidende principes uit ons regionale water- en bodemprogramma. En als provincie Noord-Brabant kunnen we dat natuurlijk niet alleen doen. We werken samen zoals hier met het waterschap, werken samen met gemeenten, met de ondernemers en de inwoners van gebieden. Want alleen samen kunnen wij Brabant klimaatrobuust en waterbestendig maken, voor nu en voor in de toekomst. U denkt misschien, waarom staan we hier? En staan we, hebben we een dijk verhoogd en dat is niet vlak langs de Essenstroom, want die ligt daar. Dat doen we om de Essenstroom meer ruimte te geven. We gaan hier ook de loop van de Essenstroom aanpassen. We laten hem weer meanderen. In dit gebied komen een paar nieuwe bochten bij. Het gaat hier meer kronkelen. Dat is goed voor de waterkwaliteit. En daarmee wordt het gebied nog veel mooier.